samen doen punten kunt innemen en verstrekken met een NFC-terminal en een samen doen pas. Voordat je gebruik kunt maken van de NFC-terminal, log je eerst in met je gebruikersnaam en je wachtwoord. Klik op OK. En vervolgens kun je er 3 verschillende transacties mee uitvoeren. De eerste is die van een winkelier die zijn klanten waardeert met punten voor de aankopen die ze doen. Dus stel je voor, een klant heeft voor 25 euro aankopen gedaan bij een winkelier in de winkel. De klant geeft dan de samen doen pas aan de winkelier. Die houdt hem bij de NFC-terminal. Vervolgens voert de winkelier het bedrag in, 25 euro. Het aantal punten dat de klant dan kan sparen, wordt automatisch berekend op basis van het waarderingspercentage dat op voorhand is afgesproken. Het tweede type transactie is precies andersom. Wanneer een klant punten verzilvert in ruil voor korting bij een winkelier. De winkelier kan de punten innemen door de pas van de klant aan te nemen, bij de NFC-terminal te houden. De klant kan vervolgens aangeven hoeveel punten hij of zij wil verzilveren. De winkelier voert dit in, drukt op OK. En op die manier worden de punten van de account van de klant afgeschreven. Het derde type transactie is die van een instelling, zoals een zorginstelling of de gemeente of een woningbouwcorporatie, die vrijwilligers waardeert voor het doen van taken bijvoorbeeld. Dat kan een instelling doen onder andere door het pasje van de persoon aan te nemen en te scannen met de NFC-terminal en het aantal punten dat diegene heeft verdiend met de taak direct in te voeren en op OK te klikken. Die punten worden dan ook weer bijgeschreven op het account van de persoon van wie de pas is. Online kunnen instellingen en winkeliers real-time alle transacties altijd inzien. Hartelijk dank voor het kijken naar dit korte filmpje. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.